Goedemorgen iedereen en welkom op ons webinar. Mijn naam is Lisa Lopopolo. Ik werk op de go-to-market afdeling van Bpost en ben verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten rond pakjes voor particuliere en niet-contractuele klanten. Ik werk ook mee op het project Elke Zaak Online, dat in juni 2020 werd opgezet om KMO's te ondersteunen om hun eerste stappen te zetten in e-commerce. Voor wie Elke Zaak Online niet kent, geef ik heel even de drie grote pijlers mee. Het is dus een platform waar je heel eenvoudig een webshop kunt opzetten. Je kan nadien ook een starterspakket aanvragen en we bieden ook ondersteuning, zowel via chat, e-mail en telefoon. Maar je kan ook een gratis sessie aanvragen met een van onze e-commerce experts. Dat is helemaal onafhankelijk van het feit dat je nu een webshop hebt opgezet via ons platform of niet. En op regelmatige basis gaan we dus ook webinars aanbieden. Waaronder ook vandaag. Deze webinar is dus volledig in het kader van Elke Zaak Online. Aanvankelijk zou de webinar gegeven worden door Maarten de Boo. Hij was verhinderd, maar we hebben een andere expert die het van hem overneemt. En dat is Grete Koker, Managing Director bij SafeShops. Greet zal zichzelf zo dadelijk even voorstellen. Ik wil jullie nog graag even meegeven dat we op het einde van de webinar een moment voorzien hebben voor vragen en antwoorden. Moest je tijdens de webinar al vragen hebben, aarzel dan niet om ze al even te stellen via de chat. En dan komen we er op het einde zeker op terug. Dan wens ik jullie nu veel luisterplezier, veel inspiratie en geef ik graag het woord aan Greet. Super, dankjewel Lisa. Ik ga even mijn presentatie delen, dus ik neem het even over van jou. We gaan hier naar... voilà. Altijd even de technische... Zie je dit al komen, Lisa, of ben ik er nog niet? Nog niet. Nee, ik ben er nog niet. Ik ga er even terug uit dan. En even terug in. Voilà, deze zo te zien. Nu wel veronderstel ik, als alles goed gaat. Zien jullie dit? Lisa? De desktop zie ik nu. Dus. Je ziet de desktop. Oké, maar mijn presentatie is inderdaad weer weg. En nu? Je ziet. Ja, nu zien we hem. Oké, super. Daar gaan we dan. Goedemorgen. Blij jullie hier te hebben. Hè. 9 uur 's morgens is toch een fris moment, zal ik zeggen. Dus ik ga die attentheid die er misschien in de ochtend toch wel een stukje leeft, proberen capteren en jullie toch wel heel wat informatie proberen meegeven vandaag omtrent mogelijke valkuilen bij online verkoop. Nu, misschien toch even een inzicht van wie we zijn of wie ik ben. Ik ben inderdaad directeur bij SafeShops. Maar misschien kennen jullie SafeShops, misschien kennen jullie SafeShops niet. Maar SafeShops is eigenlijk de e-commerce associatie ter promotie van online shoppen in België. Dus wij hebben als leden eigenlijk jullie webshops of mensen die een webshopactiviteit uitoefenen. En wij proberen eigenlijk zoveel mogelijk informatie, kennis, maar ook ondersteuning te geven om eigenlijk onze leden, onze webshops te doen groeien en eigenlijk e-commerce in het algemeen in België te ondersteunen. En dat was wel een beetje nodig, want een aantal jaar geleden zaten we met een stukje achterstand en we zijn dat toch wel stilletjes aan het inwerken of inhalen. Misschien leuk om te weten, en ik ga echt niet heel veel self-promotion doen, maar het is toch, kader is altijd handig. Wat wij doen, in ons lidmaatschap zit bijvoorbeeld ook het kwaliteitslabel Verified by SafeShops. Dat is een kwaliteitslabel die je als webshop kan verdienen door je juridisch te laten controleren en ondersteunen bij ons. Dus wij checken dan eigenlijk de webshop op alle wettelijke aspecten die verplicht zijn eigenlijk binnen een online kader. Maar we gaan daar ook advies en ondersteuning natuurlijk in geven, zodoende dat jullie daar niet alleen in staan en eigenlijk met degelijke informatie die webshop kan in orde brengen. Maar wij gaan evengoed ook een security check aanbieden, die is gratis. Wij gaan modeldocumenten, kan je bij ons verkrijgen als je zegt ik zit nog in een startfase en ik heb bijvoorbeeld nog algemene voorwaarden nodig. Dan kan je bij ons templates vinden
En wij gaan ook voor zij die al een webshop hebben, bepaalde conversiekillers eigenlijk op je webshop gaan onderkennen. We werken daarvoor samen met Max United. En zij gaan dan eigenlijk op persoonlijke basis je webshop screenen en advies geven waar dat er eventueel fouten nog zouden in zitten die zorgen dat je onvoldoende verkoopt of problemen hebt eigenlijk met conversie. Nu, wij organiseren ook de Days. Dat is een leuk concept die we ook samen trouwens doen met Bpost. Met onder andere Bpost. En de Days zijn eigenlijk 3 dagen die wij in het jaar eigenlijk aanbieden aan leden en klanten van Bpost om jezelf een stukje te promoten. Dus het is belangrijk ook als webshop, en dat zal een van de valkuilen zijn die ik straks zeker ga aanhalen, dat je niet alleen nadenkt over die bouw van die webshop, maar dat je ook nadenkt over natuurlijk het marketinggegeven en het aanwezig zijn in Google of in het digitale landschap. Online to court. En daarvoor organiseren we een 3-tal dagen, een Eco Wednesday, een Lazy Sunday en een Local Day, waarbij elk van de dagen een bepaald thema aansnijdt. En volgende week woensdag hebben wij onze eerste eigenlijk dag van het jaar. Dat is een voor webshops die toch wel duurzame producten verkopen of al duurzaam te werk gaan. Die kunnen eigenlijk deelnemen aan Eco Wednesday en kunnen zichzelf voorstellen met een bepaalde aanbieding, korting, een aantal producten tonen eigenlijk naar die consument toe om op die manier zelf meer bekendheid te krijgen rond zijn eigen shop, maar ook mee te werken natuurlijk aan een meer duurzaam beleid eigenlijk, waar wij toch allemaal een stukje voor staan, ook binnen e-commerce. We vinden dat ook als associatie belangrijk om daarop te werken. Lazy gaat eerder naar betrouwbare webshops en Local Day is voor al wie Belgisch en in Belgisch is en eigenlijk voor jullie als lokale webshop ook tijdens een Black Friday, want de dag valt eigenlijk op 26 november, te ondersteunen en toch ook een platform te geven, een visibiliteit te geven naar de markt toe. Dus dat is een stukje waar wij voor staan, genoeg over onszelf. Het belangrijkste is dat ik even met jullie door 2 slides zijn het maar, mijn status van e-commerce in België. Waarom ga ik die aanhalen? Gewoon om ook een stuk het concurrentieveld te bekijken. En anderzijds, ja, de valkuilen. We gaan even door een aantal zeer praktische valkuilen, maar ook af en toe een high-level valkuil. Want het is niet enkel alleen de kleine details die tellen. Die tellen natuurlijk ook, maar het is soms ook beleid die kan maken dat je misschien een aantal dingen mist en niet slaagt in die verkoop eigenlijk online. Status van e-commerce in België. Wij doen eigenlijk jaarlijks een onderzoek met alle PSP's. En PSP ken je waarschijnlijk. In die zin de Worldlines, Ingenico, Smollys, Multisafepays, Adyen, of whatever van deze wereld. Zij zorgen voor de betaalpagina eigenlijk op je site of op je webshop. En zij zijn natuurlijk een bron van informatie, want zij weten perfect hoeveel transacties dat er gebeuren in België. Allemaal tezamen, zij weten perfect hoe hoog die transactievolumes zijn. En zij weten eigenlijk ook met hoeveel webshops we zijn, want zij sluiten eigenlijk de contracten rechtstreeks af met jullie. En dus in dat opzicht weten wij dat er eigenlijk vorig jaar een enorme groei is geweest op aantal nieuwe webshops die zich hebben aangediend. Dus 4 op de 10 webshops zijn eigenlijk vorig jaar in 2020 gestart in België. Dus dat is immens. En dat geeft ook wel een beetje kader naar jullie toe, vind ik, om ook te weten dat je toch in een speelveld komt van opportuniteiten langs de ene zijde, maar ook gevaren langs de andere zijde, dat er heel veel tegelijkertijd nieuw en aanbod is, maar dat je dat nieuw en aanbod ook wel moet capteren. Dus heel veel concurrentie en heel veel beweging eigenlijk op die markt op dit moment. Weet ook dat het natuurlijk die groei voornamelijk in wat wij het microsegment noemen, is gebeurd. Dus een 12.000 webshops zijn er eigenlijk bijgekomen in het microsegment. Dat zijn eigenlijk webshops die voor ons minder dan 100.000 euro presteren. Dus dat is eigenlijk de tweede balk die je een stukje ziet. Dat is geen waardeoordeel. Dat zijn vaak bedrijven die, misschien zoals jullie, die al reeds een bestaande shop hebben en daarnaast nog een webshop bij mee uitbouwen. Of die in bijberoep nog een webshop wensen te organiseren. En die eigenlijk ja, met die 100.000 euro toch een bepaalde omzet draaien die zeer complementair kan zijn met hetgeen wat ze huidig draaien eigenlijk op de winkel of in de bestaande omgeving. Maar we zien ook een heleboel occasionals. Oh, ik ben eentje te... gaat hier iets te snel. We zien ook een heleboel occasionals komen die eigenlijk
Ja, minder dan, dus dat is de eerste kolom, dat is het eerste deel van de kolommetjes, die eigenlijk minder dan 12 transacties per jaar doen. Dus daar zien we toch wel dat zij helemaal niet slagen in een bepaalde conversie van een bepaalde omzet te halen. En het zijn vooral in die twee segmenten dat we heel veel groei hebben gezien vorig jaar. En we zien wel op small, medium en large dat er ook wel heel veel beweging is. En dat er toch wel bij de small direct een aantal heel goede starters geweest zijn. Of doorgroeiers. Hè, want COVID heeft ook gezorgd dat mensen die reeds aanwezig waren online, eigenlijk jumpers noemen we dat, die springen van micro naar small. En die er eigenlijk voor gezorgd hebben dat er een groei is gekomen eigenlijk ook in toch wel al webshops die op een bepaalde stand-alone of allee, op een zelf kunnen eigenlijk functioneren. Dus dit gewoon om een kader te zeggen, het is een omgeving waar er toch wel wat aanbod is bijgecreëerd geweest vorig jaar. Dus goed je best doen en daar volle focus op zetten is toch wel belangrijk. Daarnaast is dan het positieve. Allee, ja, er zijn ook positieve dingen aan COVID, we moeten ze vaak zoeken, maar dit is er toch wel eentje, is dat we ook wel gezien hebben dat die consument, toch in ons geval, die consument eigenlijk een beweging heeft gemaakt naar het online gebeuren. Er zijn 12% consumenten bijgekomen die eigenlijk voor de eerste maal in de eerste lockdown online hadden gekocht. En we zien ook zelfs een heel groot stuk van de 60-plussers hun eerste stappen zetten, hun eerste omgeving nemen eigenlijk in het online kopen. Je ziet er een record aantal verzendingen in België bij Bpost, maar je ziet ook dat dat aanhoudt. Dus dat is natuurlijk niet zoals in de eerste lockdown, wanneer de winkels niet open waren. Maar dat blijft eigenlijk toch wel een 50-60% behoud van eigenlijk die immense groei die er toen is geweest, blijft hangen in een soort recurrent gedrag van de consument. Dus we zien eigenlijk dat die consument die gewoonten heeft aangenomen om eigenlijk online te gaan en eigenlijk voor een bepaald segment van zijn producten daarop vertrouwd. Hè? Dus er zijn heel veel producten. En gisteren stond nog in een tweetal magazines pers, vakpers eigenlijk bij ons, Gondola en Retail Detail, een artikel over dat de grote fashion brands beginnen zien dat eigenlijk bijna de helft van hun verzendingen of van hun bestellingen richting online gaat en eigenlijk online al wordt besteld. Dus sommige sectoren zijn werkelijk sectoren die al reeds een tijdje waren gedigitaliseerd, zoals wij zeggen, hebben eigenlijk al die beweging gemaakt. En ja, die digitalisering zie je nu ook in andere sectoren komen. Je moet rekening houden dat bij wijze van spreken een booking.com ervoor gezorgd heeft dat de travel in tijd destijds helemaal naar het online is verschoven. En Zalando heeft ervoor gezorgd dat die fashion zich heeft moeten bewegen en eigenlijk naar online is verschoven. We zien bijvoorbeeld een HelloFresh als een foodspeler komen die eigenlijk toch wel initiatieven en een duwkracht heeft ook om eigenlijk meer voedsel ook online te gaan verkopen. Dus je ziet eigenlijk heel wat wat wij noemen digitaliseringseffecten. En in sommige markten is dat nog in zijn beginfase. In een aantal markten is er eigenlijk al een heel groot deel die eigenlijk online wordt gekocht. Maar nog een positief effect aan COVID is dat lokaal winkelen toch ook aan belang heeft gewonnen. En niet alleen in de fysieke omgeving, maar ook in een online omgeving. Mensen zijn er iets attenter voor geworden om lokaal eigenlijk te gaan aankopen. En ook door een beetje een exportschrik, hè, want de grenzen waren niet altijd even duidelijk tijdens bepaalde lockdowns, zien we ook wel dat er ook minder import is geweest vanuit het buitenland en dat we eigenlijk een stukje hebben gewonnen versus wat we eigenlijk verkopen en dat we eigenlijk als Belgische handelaar zijn gegroeid in onze lokale Belgische verkoop. Maar dus als de tijden onzeker worden, en die zijn nu toch wel best onzeker, en ik kan me inbeelden dat heel veel mensen heel wat slaaploze nachten hebben gehad het voorbije jaar en eigenlijk hebben moeten veranderen. En ik ben heel blij dat jullie hier zijn, want die verandering, die change heeft ervoor gemaakt dat jullie waarschijnlijk gestart zijn met een webshop of verder hebben die webshop eigenlijk willen ontwikkelen. En het is ook daarvoor dat we hier vandaag zitten. We gaan ook even kijken, want je kan misschien gestart zijn en eigenlijk nog niet meteen lukken. En dan moeten we even zien aan wat kan dat eigenlijk allemaal een stukje liggen. Ik ga een aantal een van de voornaamste problematieken aanhalen, maar het blijft natuurlijk vaak heel persoonlijk ook hoe dat je de zaken eigenlijk een stukje zelf aanpakt. En eerst, en dat is een beetje een high level, is wat ik noem huren in de veldstraat kost geld. Hè.
iedereen wil wel de passage. Elke winkel droomt wel ergens van de passage en, de, en het, laten we zeggen, de traffic die er in een veldstraat of in een nieuwstraat of in een meer eigenlijk passeert. Eigenlijk, die wil je wel. Je wil eigenlijk wel je, je product aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Maar je weet ook, als je wil in die veldstraat staan, dat dat ergens geld kost. Dat die huurpanden daar niet zo evident zijn. En dat je daar ergens moet in investeren. En eigenlijk is dat een problematiek die heel veel webshops een stukje hebben. Het is niet omdat je online staat, dat je meteen al in de veldstraat staat. Hè. En de veldstraat is eigenlijk in digitale termen, dat is natuurlijk Google. Google met bovenaan, daar moet je eigenlijk in bij die eerste 3, 4, 5 ofwel advertenties ofwel zoekopdrachten zitten, om eigenlijk te maken dat iemand effectief klikt op jouw site. Als ik bijvoorbeeld nu vandaag juwelen intik, dan krijg ik daar eigenlijk een heel mooie gamma van advertenties en mogelijkheden, maar die zijn eigenlijk allemaal betalend. Dus Google is ook zo slim geweest om eigenlijk ja, de huur, bij wijze van spreken, van je pand, en laat het ons een beetje, of de plaats, toch alleszins de locatie van je pand, om het in fysieke termen te zeggen, ook aan geld eigenlijk aan te bieden. En dat is een spel die toch wel een moeilijk spel is, waar ik ook niet op inga, want je kan daarvoor, denk ik ook wel, ik denk zeker dat er langs Bipost zijde misschien over nagedacht wordt om daar ook nog webinars over te geven. Of je kan daar een consultant van Bipost over raadplegen hoe je daar eigenlijk een strategie kan rond ontwikkelen. Maar het is heel, heel cruciaal om te weten van naast die bouw van je webshop moet je die webshop ook gaan promoten. Als je dat nalaat, dan, ja, dan kom je ergens in een dorp terecht. En ik zeg altijd, ik ben opgegroeid in Appels. En dan zegt iedereen mee van Appels, waar ligt dat? En dan zeg ik, ja, dat is een dorpje, best een mooi dorpje, aan de Schelde, dicht bij Dendermonde, maar niemand weet dat liggen en niemand komt daar ook. Dus je moet ergens wel, als je daar zo'n pand gaat inrichten, ja, dan ga je ook niet die traffic hebben die je eigenlijk nodig hebt om toch wel te kunnen converteren. Want je hebt toch wel wat bezoekers nodig om uiteindelijk tot wat verkoop te kunnen komen. Nu, ik pleit niet alleen, laat mij duidelijk zijn, voor de digitale media. Je kan soms eigenlijk ook wat wij noemen owned media of eigen omgeving gebruiken om bekend te maken dat je een webshop hebt. Het is helemaal niet vreemd om je eigen klanten daarvan in te richten. Het is helemaal niet vreemd om dat bijvoorbeeld op je etalage te hangen. Het is helemaal niet vreemd dat je een webshop hebt. Het is helemaal niet vreemd om flyering te gaan doen en die te gaan promoten. Mensen vertellen soms te vaak uit te weinig waar ze mee bezig zijn. En eigenlijk een klassieke promotiemethode kan even goed complementeren en helpen om je eigenlijk bekend te maken online. Maar dit blijft toch wel een heel belangrijke, is bovenaan op een Google ranking proberen te komen na te staan. En dus onthouden woorden zoals SEO, SEA, Search Engine Optimization en Search Engine Advertisement. Dat zijn eigenlijk de moeilijke woorden om te zeggen. Betaal Google een beetje centjes en zorg dat je mooi zichtbaar bent. Of zorg dat je de juiste zoektermen hebt op je webshop, website en dat je daardoor hoger in de ranking van Google komt. Nu, passage is nog geen bezoek. Dus dat is een tweede valkuil in die zin dat je kan gaan adverteren, maar eigenlijk het verkeerde bezoek gaan aantrekken. Of dat je die passage krijgt, het juiste bezoek, maar dat eigenlijk ja, niet effectief. Het passeert wel, het kijkt een keer even, maar het is direct weer weg. Dus zorgen dat die passage ook effectief converteert en zorgt dat het koopt, ja, is toch eigenlijk wel een belangrijke. Je kan heel veel bezoekers hebben en fans, maar uiteindelijk moeten die een ticket kopen en moeten die eigenlijk een klant worden. Dus je gaat automatisch een filter hebben, een afvalmethodiek hebben, dat mensen jouw site verlaten en die eigenlijk zorgen dat je eigenlijk maar een klein deeltje klanten overhoudt. En dat wordt de grote vraag van, waarom gaan ze weer mee weg? Waarom blijft hier niemand hangen? En waarom, wat stoort die mensen nu, waardoor dat ze eigenlijk niet ja, die conversie of niet die switch maken naar een aankoopgedrag? Ik ga door een aantal heel concrete voorbeelden, want theorieën zijn theorieën. En ik vind het heel belangrijk dat je soms learn from the best, zeggen we dan. En Torf is wel een voorbeeldsite. We kennen allemaal de voorbeeldsites van een Coolblue, een Nice Adventure. Dat zijn eigenlijk allemaal heel goede voorbeeldsites waar je even kan naar gaan kijken. Maar belangrijk is om een aantal zeer, wat dat misschien banale dingen zijn, maar toch te gaan over nadenken van hoe kan ik die aanpassen, hoe kan ik die eventueel vermelden op mijn ShopeeTech-page die je misschien gemaakt hebt met elke zaak online of op mijn webshop. Dus je moet eigenlijk ook communicatief een aantal dingen vertellen, waardoor dat die consument eigenlijk niet geremd is of eigenlijk vertrouwen krijgt in jouw site. En eigenlijk is dat heel logisch. Als je
even naar je eigen aankoopgedrag online gaat bekijken, dan zal je beseffen dat een van de grootste remmingen dat je hebt als je online gaat, is dat je je meestal afvraagt van wanneer ga ik dat pak krijgen? En gaat dat wel op tijd aankomen? En ik heb een verjaardag zaterdag, ik moet daarvoor een cadeautje hebben voor mijn metekind. Ja, gaat dat daar wel zijn? En ga ik wel zeker zijn dat dat ding in mijn handen gaat zijn? En dan is natuurlijk super cruciaal om te vermelden, en dat doet bijvoorbeeld een TORS bovenaan, dat is zelfs een bewegende balk als je live gaat kijken op een website zoals TORS, die zegt van voor 22 uur besteld, volgende werkdag geleverd. En we weten allemaal dat dat een heel moeilijke claim is en dat dat niet bij iedereen kan en dat hoeft ook niet. Begrijp me niet verkeerd, ik ben hier niet pleidooi aan het doen dat je allemaal een late cut-off time moet hebben, dus dat je laat nog mag bipost bij wijze van spreken aanspreken om je pakketje op te halen. Dat is natuurlijk iets dat je met termijn, als je volume haalt, zeker mag bespreken met hen. Maar het is eigenlijk vooral belangrijk dat die consument weet waar hij aan toe is. Want snelheid is niet altijd het belangrijkste. Het is heel belangrijk dat je daar snel en efficiënt in bent in je verzendingen. Maar het is vooral belangrijk dat hij reliable, dat hij zeker is over wanneer ga je leveren. Dus op je homepage moet er heel duidelijk staan wat je leveringsvoorwaarden zijn. Je kan dat met een gimmick doen, zoals dat zij dat doen met dat vrachtwagentje. Je kan dat doen door een link onderaan in je footer te zetten met je leveringsvoorwaarden. Je moet daar heel duidelijk over zijn. Maar je moet niet alleen duidelijk zijn over levering, je moet ook duidelijk zijn over retour. En dat is iets wat wij heel vaak zien, is dat mensen retour verstoppen en daar eigenlijk niet over gaan praten. En eigenlijk een beetje schrik hebben voor retour. En in sommige sectoren is dat een stukje terecht, want retour kan toch wel een belastend feit zijn op je businessmodel. En vooral de sector fashion heeft daar een stukje last van. Maar ook daar kan je retourvermijdend gaan werken, door zeer goede informatie te geven, door heel goede maatinformatie te geven. Want het is vooral eigenlijk op plaatsen waar fitting belangrijk is, dat retour eigenlijk ook de kop op komt opsteken. Maar in heel veel gevallen remt het als je retourinformatie verstopt. Want de consument weet dat hij ergens recht heeft op retour. En dus eigenlijk remt dat een stukje om eigenlijk die retour te gaan verstoppen. Want je creëert daarbij een onzekerheid bij de klant. En die zorgt daar dan natuurlijk ook voor dat hij niet tot aankoop overgaat. Klein tipje over retour. Als je eenmaal durft spelen met retour, je weet dat je minimum 14 dagen retourrecht moet aanbieden aan de klant. Maar je ziet soms dat bedrijven 30 dagen retourrechten aanbieden. Stel dat je in een segment of een sector zit met een laag retourpercentage, dan kan dat soms zijn dat je door bijvoorbeeld 30 dagen aan te bieden een nog grotere zekerheid en maturiteit uitstaat en eigenlijk bijna geen effect hebt op je retourpercentage. Dus sommige dingetjes kan je testen, je kan dat eens proberen, wat doet dat nu? En je kan eigenlijk eens zien van, heb ik daardoor meer conversie of minder conversie? Dus die dingen zijn niet altijd te negatieve, je kan die ook marketinggewijs een stukje gaan uitspelen. Zeker ook je levering, die kan je marketinggewijs gaan uitspelen. Want daar verwacht men toch wel best een goede communicatie, een goede aanbod ook over. Dus hij verschillende methodieke thuislevering in een afvalpunt. Een consument heeft daar graag keuze in. Besteed ook een heel goede aandacht aan je filter. En denk daarbij vanuit de klant. Wat heel veel bedrijven fout doen, is eigenlijk een heel moeilijke filter opbouwen, die wel werkt vanuit een soort eigen redenering, maar ze testen en ze vragen het eigenlijk niet aan hun omgeving of vanuit de klant. Durf echt eens, ik daag je uit, jullie hebben nu allemaal een webshop, neem eens 10 vrienden, oma's, opa's, youngsters uit je omgeving en vragen om een product te zoeken op je site en kijk even mee hoe dat ze dat doen en hoe makkelijk of hoe moeilijk dat ze dat product vinden. Dat kan je heel veel informatie geven om eigenlijk die filter veel beter te gaan uitwerken. Een tweede tip is, ga ook eens kijken naar een filter van een concurrent en vergelijk met wat jij misschien anders of fout doet. Heel veel van die grotere spelers, die hebben heel nauw nagedacht over hun filter. Die zijn daar bij wijze van spreken dagelijks mee bezig. En die durven eigenlijk heel cascadegewijs eigenlijk iemand bewegen op hun website. En bijvoorbeeld om terug hier naar het voorbeeld te gaan bij een TORS, zie je heel eenvoudige categorieën die eigenlijk over de kledij gaan. Wie ben je? En zoom in. En zie je dan eigenlijk ook de breadcrumbs, zoals dat wij ze noemen. De broodkruimeltjes die eigenlijk onze vriend Klein Duimpje eigenlijk naliet tijdens zijn tocht. En zie je eigenlijk een stukje dat je een soort pad creëert die duidelijk is voor de consument en die ook het zoeken eigenlijk makkelijker maakt op de site.
En een derde is, wat heel cruciaal is om eigenlijk te vermijden dat iemand je site verlaat, is zorg dat je een heel goede zoekfunctie hebt. Zoek eens zelf heel specifiek en denk aan meer dan alleen producten. Je ziet bijvoorbeeld dat bij Torf staat daar ook leveren en retourneren in. Dat is niet voor niks dat dat daar staat. Dat is omdat dat ook een van de meest gestelde vragen is op de shop. Van wat zijn de leveringscondities? Wanneer krijg ik het? Wie levert uit? Is dat Bpost? Is dat een andere carrier? Mensen willen daar informatie omtrent en zoeken vaak ook via de zoekfunctie naast producten ook naar algemene informatie. Dus geef tips. Hey, dat is, hier is dat heel netjes gedaan. Geef tips hoe iemand eigenlijk makkelijk kan gaan zoeken. Anderzijds is productinformatie super cruciaal ook, want wat heel veel ook bedrijven fout doen, en dat zorgt dan ook terug voor een stukje retour, is eigenlijk niet de juiste informatie meegeven of de juiste beeldende informatie meegeven. Enerzijds begint alles bij een prijs. Je begint eigenlijk standaard met het juist communiceren van een prijs. Bij heel veel webshops zien we bijvoorbeeld nog maar het ontbreken van het feit of daar BTW in zit of niet. Dat lijkt een logische, als je B2C verkoopt, dat die BTW daarin zit. Maar dat is niet altijd logisch, want ja, ik kan bijvoorbeeld vanuit een managementvennootschap kan ik iets willen aankopen dat toch eerder een stukje privé getint is. We kennen de Belgen. Wel, voilà, die wil weten, zit daar BTW in, zit daar BTW niet in. Je hebt eigenlijk consumenten die eigenlijk een soort trigger hebben op die BTW, dat geeft ook complete informatie, een soort zekerheid. Dus zorg dat die prijs duidelijk is en dat er eigenlijk ook als er kortingen zijn, dat je duidelijk eigenlijk die korting ziet en die vergelijkingen ziet versus de basisprijs. Zorg ook dat je geen keuzestress creëert, want wat zien we soms als iemand niet echt een heel groot aanbod heeft, dat hij hetzelfde product in de 20 kleuren die hij ter beschikking heeft als apart product in zijn webshop laat en eigenlijk daardoor een beetje een breder aanbod creëert, maar eigenlijk creëert dat keuzestress. Doe dat niet. Focus beter op het product zelf en zorg eigenlijk binnen dat product ook voor de juiste filter van eventueel kleur, maat en andere zaken. Hier in dit geval gaat het over uurwerken. Wat is het leuke eraan? Die keuzestress wordt zeer beperkt, maar wordt eigenlijk ook op het uurwerk zelf heel duidelijk gemaakt. Je ziet eigenlijk vooral, de eerste foto is wat wij noemen de Google Shopping foto. Dat is als je zou werken met een Google Shopping. Je kan je producten ook doorduwen naar Google. En op die manier zorgen dat mensen jouw product in Google vinden en op die manier eigenlijk op je shop terechtkomen. Eigenlijk het eerste fotootje dat je in de rij ziet, is eigenlijk wat wij noemen het standaard. Je toont het product eigenlijk naakt. Als een soort naaktheid staat dat daar. Je ziet mooi, dat is een uurwerk. Maar je ziet eigenlijk geen details, je ziet geen zijaanzicht, je ziet geen moment waarop dat product eigenlijk gedragen wordt. En dat doet dit wel. Dus je gaat hier zien dat eigenlijk gedurende dat verhaal, dat er eigenlijk een klein verhaaltje met de foto's wordt verteld. Er wordt een detail meegegeven. Je ziet het op een vrouwenhand, je ziet het op een mannenhand. Je ziet het eigenlijk ook gekeerd, want het bandje kan blijkbaar double-sized gebeuren. Je ziet de verpakking. Belangrijk, want stel dat ik het als een cadeautje wil meegeven, dan heb ik een beeld van hoe dat die verpakking eruit ziet. En eigenlijk weet je alles door die fotografie, weet je 20 keer meer eigenlijk waar dat product voor staat. Dat vraagt natuurlijk effort en moeite en dat is geen evidente. Maar dat maakt wel dat mensen eigenlijk zeggen, ik koop. En ik heb weinig onzekerheden en ik heb eigenlijk een heel goed zicht op wat ik koop. En je vermindert daardoor ook die kans eigenlijk op retour. Een derde tip naar conversie toe is eigenlijk van vermijd de trage laadtijd en vermijd verplichte accountcreatie. Niemand heeft graag cancelled of delayed flights. Zorg dus ook dat de site altijd zo weinig mogelijk broken links heeft of dat je linkjes altijd kloppen als er een product uit gamma wordt genomen, dat je dat heftig vermijdt, dat je dergelijke zaken eigenlijk goed opneemt. Maar vermijd ook de trage laadtijd. Het is gewoon killing, zou ik zeggen, als het te lang duurt om te zoeken op je site. Zo'n dingen kan je bespreken met je webdeveloper, maar ook met je hostingpartij. Een hostingpartij is ook een belangrijke partij om te kennen. Ik zeg dat is eigenlijk jouw huurbaas, want die zorgt ervoor dat je site ergens staat. En heel veel van ons werken misschien met een Facebook, Instagram. Daar is duidelijk wie dat er de hosting doet van je pagina. En daar heb je weinig invloed op. Maar als je bijvoorbeeld gaat naar een eigen webshop en je werkt met een Shopify of je werkt met een eigen hostingpartij, ja, dan kan je daarmee gaan praten. Heb je te trage laadtijd, dan kan je daarmee gaan praten. En dan moet je daar zaken gaan ondernemen. Eventueel databases gaan inkrimpen van foto's. Eventueel vragen om meer ruimte op die site. Eventueel een grotere
dedication noemen we dat, een meer toegewijdheid, een groter kanaal open te zetten. Zij kunnen daarvoor zorgen, maar vermijd absoluut een te trage laadtijd. Vermijd ook verplichte accountcreatie. Dus het feit dat je eigenlijk op een gegeven moment verplicht bent om te zeggen van ik vul hier al mijn gegevens in en ze vragen mij nog een paswoord en mijn geboortedatum moet er nog bij. En bij wijze van spreken vaste telefoon en gsm. Allee, vermijd eigenlijk om te veel informatie te vragen bij een check-in. Omdat consumenten ook wel niet altijd in een blijvend gedrag met jou geïnteresseerd zijn. Sommige producten geven aanleiding tot een goede account en tot een soort ja, account relatie, want wat is het voordeel van natuurlijk iemand die een account creëert, is dat je hem kan eigenlijk omzetten tot een soort vaste klant, dat je hem heel makkelijk kan terug in een heraankoop zijn gegevens niet meer moet invullen, dus je creëert eigenlijk wel gebruiksgemak voor die consument, maar op sommige momenten, ik geef een voorbeeld, nog in de goede tijd dat er nog leuke feestjes waren, was eigenlijk een kocht ik een machette knopen voor mijn man. Ja, die gebruikt hem nu niet elke dag. En dat is nu ook iets niet waarvan ik er 20 paar van liggen heb. Maar op dat moment was dat een aankoop. Dat bedrijf stak mij een verplichte accountcreatie. Ik kreeg dan mails. Ik kreeg dan eigenlijk alleen beladenheid voor machette knopen. Waarbij dus ook je zat van, jongens, laat maar. Dit heb ik helemaal niet nodig. Je moet ook het respect hebben voor je klant om die te behandelen in zijn relatie die hij wenst met jou op te bouwen. En dus zorg ervoor dat dat ook een snelle checkout kan zijn. Waardoor dat je hem niet remt op het moment dat hij eigenlijk bij jou komt. En dat je dus eigenlijk ook wel meer conversie kan doen. Daarom niet blijvende conversie, maar toch wel conversie. Een derde. Allee, dat zijn zo'n paar heel praktische tips. Ik heb nu zo heel, weet je, die do's en don'ts proberen meegeven. Maar een heel belangrijke is eigenlijk dat je vertrouwen creëert. En mensen vergeten vaak dat hun merk, die soms op een dorp of in een stad gekend is, of in België gekend is, maar eenmaal dat je daar buiten treedt, kent men jou niet meer of heeft men geen idee van wie je bent en waarom dat er eigenlijk handel met jou gedreven wordt. Dan is het heel belangrijk om een vertrouwenscirkel op te bouwen met je consument en te zorgen dat je alle vertrouwenselementen die er zijn eigenlijk aanraakt en zorgt dat die consument ergens geconfirmeerd wordt op het moment dat hij op je webshop komt. En trust is dus super cruciaal en wordt ook heel veel over gesproken, maar zien wij toch wel, daar zien wij ongelooflijke fouten tegen. En trust zit hem eigenlijk op verschillende aspecten. Zit hem op legal, op wettelijke aspecten, op veiligheidsaspecten, op humane, menselijke aspecten, op leveringsaspecten, op financieel, betalingsaspecten, op social media, op het hebben al dan niet van labels en reviews en het op het tonen van je values en je waarden. Ik ga er even door de cirkel, omdat elk aspect heeft ergens wel een inzicht. Hè? En sommige aspecten lijken logisch, andere zijn het. Het eerste zegt misschien niet. Want uiteindelijk, ja, dat is misschien een gimmick, maar want zij gelooft in mij. Ik mocht het niet meer zingen van mijn collega, die had eergisteren ook een sessie van mij bijgewoond en zei, zingt dat liedje niet meer, Greet, want dat komt heel raar over. Maar je moet eigenlijk die toekomst in jullie allebei, jij als webshop, de klant, je moet eigenlijk een stuk relationeel gaan opbouwen en je moet daar dus eigenlijk op gaan werken. Legal is eigenlijk all about respect. Het is niet voor niks dat er wetgeving is die afwijkt van klassieke wetgeving binnen een winkel of een fysieke omgeving. Als je in een fysieke omgeving komt, dan heb je een bepaald vertrouwensaspect. Je kent vaak de dame achter de toonbank. Er is een soort relatie. Er is een klantenrespect opgebouwd door de tijd. Maar die is er online niet in basis. En daarom heeft de consument eigenlijk heel wat rechten gekregen online. Retourrecht is daar een mooi voorbeeld van. Dat is eigenlijk een recht dat hij gekregen heeft online om eigenlijk wettelijk geconfirmeerd te worden in zijn relatie en in eigenlijk een soort onzekerheid die hij anders heeft eigenlijk naar de webshop toe. Als eerste privacy, duidelijk. Hè. Je moet, als je begint op privacy vlak, dat is een heel aparte sessie, dus ik ga daar niet heel diep op in, maar het feit van correct om te gaan met data, het zorgen dat eigenlijk er nu juist een opt-in is, het zorgen dat je privacy policy duidelijk vertelt wat je met die data gaat doen. Allee, mensen staan daarop. En we zien dat ook als we consumentenonderzoek doen, zien we eigenlijk die drang naar en die bewustzijn over privacy echt als een nieuwkomer komen. Ook sinds GDPR er is, weten mensen meer en meer en beter hoe dat ze eigenlijk willen dat je met je data omgaat. Dus wees mee met die wetgeving. Zelfs op een Facebook kan dat heel intrusief overkomen als dat eigenlijk op een foute manier wordt gebruikt. Zorg ook
voor een eerlijke handel. Je algemene voorwaarden moeten duidelijk zijn, je retourbeleid moet duidelijk zijn, je prijzen, je garantievoorwaarden. Je bent bijvoorbeeld verplicht om niet aan geoblocking te doen. Wist je dat je bijvoorbeeld niet iemand mag weigeren uit Nederland of uit Duitsland om te aan te kopen op je shop? Positief of negatief, je kan het bekijken zoals je wil. Maar je moet het niet in levering aanbieden, maar het moet mogelijk zijn voor een Duitser om te kopen op je site. En waarom is dat eigenlijk gebeurd? Ja, er zijn bijvoorbeeld Duitse expatriates die hier in Brussel wonen en die misschien wel eens op je site willen aankopen en die door hun homeadres of door hun thuisadres worden geweigerd om een aankoop te kunnen doen eigenlijk op een Belgische site. Dus Europa heeft die grenzen ook opengemaakt, eigenlijk online. Dat is allemaal wetgeving die je moet volgen en die niet altijd evident is, maar dat je toch moet maken dat je mee bent en die eigenlijk kan remmen. Dat lijkt nu banaal, maar als jij vergeet om je checkout Nederland als een mogelijke land te gaan aanzien, ja, geloof mij, 25% van onze export komt uit Nederland, ja, dan ben je die ook kwijt. En je kan nu zeggen, ja, maar waar ben ik een kleine shop? De kans dat iemand uit Nederland bij mij komt kopen, is helemaal niet klein, is eerder groot. Dus je kan daar eigenlijk effectief een beleid rond gaan ontwikkelen en je moet daarvoor klaar zijn, want je zit eigenlijk in een internationale context. Dus wettelijk moet je daar ook van bewust zijn. En transparantie, oh, dat is een beetje een foutje van mij, want ik had mijn gsm moeten afzetten. En doordat ik nu gebeld word, word ik er even uitgezwierd. Ik weet niet, denk op deze manier, ben ik er terug. Met excuses. Maar transparantie is eigenlijk een derde. Daarbij is eigenlijk het feit van het hebben van een identiteit, een duidelijk bestelproces, verborgen kosten. Het zijn allemaal zaken. We kennen allemaal de Ryanair die dan al vroeger, het mag niet meer, dus je ziet het minder en minder, maar die dan nog extra kosten aanrekende voor de visakaart. Je kreeg dan eigenlijk een klachtenformulering, leg maar eens een klacht neer hè, bij dergelijke bedrijven. Dat soort transparantie zorgt eigenlijk echt ook voor remmingen. Dus je moet heel goed aanduiden op die site, waar kan ik klacht indienen? Wie ben jij? En eigenlijk verstoppen mensen zich. En eigenlijk in het geval van een kleinere webshop of een kleine, is identiteit zo, zo belangrijk. Waarom? Enerzijds, men kent me niet, maar je identiteit kan je ook verschillend maken van iemand anders, die eigenlijk of van een groot bedrijf, die een veel minder persoonlijke aanpak heeft dan jouzelf. Mensen hebben nog altijd, wij zijn nog mensen die met mensen handel willen drijven. Dus wees daar ook zo duidelijk mogelijk in. En ook daar bestaat wetgeving over wat je moet vermelden, wat je niet moet vermelden. En daar zien wij helaas heel veel inbreuken tegen. En mensen denken dan, haha, dat is goed, ik heb mezelf verstopt. Maar eigenlijk opnieuw, je verliest conversie. Dit is eigenlijk een lijstje, en het is misschien tegen mijn eigen winkel, want wij verkopen modeldocumenten en ik weet dat niet iedereen altijd in dezelfde fase zit. Het vraagt soms een soort maturiteit en ontwikkeling om ook online te gaan. Het vraagt ook een inzet. Het is niet iets dat je zomaar even op 5 minuten doet. Je kan misschien wel starten op 30 minuten, zoals ik daarnet zag van Lisa. Maar die start is een start. Dan ben je er nog niet. Dan moet je eigenlijk gaan ontwikkelen en moet je toch wel heel veel aandacht aan die webshop gaan geven. En je moet ook de juiste skills gaan opbouwen, juiste kennis gaan opbouwen om die webshop ook te gaan beheren. Je moet daar tijd in steken om een juist productgamma te geven, maar bijvoorbeeld ook om juridisch in orde te brengen. Dus het zijn eigenlijk allemaal een 20-tal punten die worden gecontroleerd bij ons bij de certificatie voor het label, maar die er ook voor zorgen dat je gewoon wettelijk in orde bent. Ben je nog niet klaar voor een volledige certificatie, dan hebben wij bijvoorbeeld op onze website ook checklists die je kan downloaden, waarbij je dus eigenlijk heel makkelijk ziet van een aantal aspecten, niet allemaal natuurlijk, omdat er zijn er echt zodanig veel dat daar echt een jurist moet naar kijken, maar je ziet toch een tiental vaak gemaakte fouten eigenlijk op juridisch vlak, die je daar even kan checken of je daar toch niet bij hoort. Weet ook dat de wet in beweging is, dus dat eigenlijk een soort jaarlijks continu monitoring is van het aanpassen van je wetgeving, je webshop op wettelijk vlak. En ik zei het al een beetje, human, hè? Je zag mijn cirkeltje daarnet. Human is eigenlijk jouw verhaal brengen. Breng jouw verhaal. Als je een webshop bent, kan je dit bijvoorbeeld aan je webshop gaan toevoegen. Je kan gaan vertellen wie je bent, waar je voor staat. Het is nu een dame van Ocolief, een leuk webshopje die eigenlijk echt duurzaam te werk gaat. En die dat ook vertelt. Die ook zegt van, ik doe dat graag. Ik kies echt producten uit waar ik volledig achter sta. En ik hou eigenlijk ook wel van de natuur en ik ben een vrolijke madame.
Heel goed, want daardoor krijg je eigenlijk iemand die zich echt toont op een zeer persoonlijke manier en waar je eigenlijk weet met wie dat je te doen hebt en die eigenlijk die conversie kan verhogen omdat je vertrouwen eigenlijk krijgt in die webshop. Ik zei het al, levering en retour enorm belangrijk. Ik heb er al heel veel over gezegd, maar ik kan het niet genoeg vertellen. Dit willen we natuurlijk niet. Hè. Dit willen we ook niet. Er zijn toevallig voorbeelden van ons van Bpost tijdens de eerste lockdown. Daar werd binnen de sector best wel om gelachen van, allee, wat is daar allemaal op een transportband gegoten? Want allee, wij doen ook nu en dan eens bezoeken die wij brengen aan sorteercentra. En Bpost is daar ook eentje van geweest die we nog voor corona hebben kunnen doen. En we zijn dan zeker van plan dat ook terug na corona fysiek ervaringen te gaan bieden. En bijvoorbeeld, dat zijn dingen die je dan ziet. Als je natuurlijk in zo'n sorteercentrum, als je dat eens bezoekt, dan zal je beseffen dat dat eigenlijk zakken zijn die niet kunnen en die gewoon helemaal niet werken. Nu, dit zorgt voor vertraging, dit zorgt voor een malcontente consument. En je ziet ook bijvoorbeeld, en dat is misschien wel de belangrijkste slide in de hele presentatie, je ziet hier eigenlijk een lijst, een overzicht van punten die consument belangrijk vindt. En als je dan eigenlijk naar de eerste 5 gaat kijken, dan zie je prijs. Ja, prijs is altijd een hele belangrijke, dat die duidelijk is en dat je alle kosten, dat er zo niks is dat hem, ja, bij wijze van spreken, bedriegt achteraf, is zeer belangrijk voor die consument. Maar dan zie je eigenlijk 3 aspecten, als wij hem dat vragen, 3 aspecten die te maken hebben met levering. De reliability, de betrouwbaarheid van de levering, de snelheid van de levering, het feit van het hebben van al dan niet leveringsfees. En we weten, gratis levering is een Zalando-concept. Wij zijn daar ook niet voor. Het is niet gratis. Jullie weten wat jullie moeten betalen. Maar je kan een soort incalculatie doen in je bestaande prijs. Of je kan wel even gaan nadenken vanaf welk moment wordt die levering economisch toch wel haalbaar om als webshop te dragen. Noemen wij dan de threshold, boven de €50 besteld gratis levering. Ook dat zijn conversiestimulatoren dan, die er kunnen voor zorgen dat je kan eigenlijk je winkelmandje een beetje optrekken en toch kan zorgen dat je meer verkoopt. Weet dat wij daar fiches voor hebben bij ons, die je eventueel kan aanvragen, waarbij dat je een aantal aspecten moet invullen, een soort Excel-tje die dan berekent van wat is nu voor mij eigenlijk de ideale threshold, het ideale €50 of 60, 70, 80, het kan €100 zijn bij jou. Maakt niet uit, maar misschien aanbieden kan zorgen dat die 10% consumenten die daarnaar streeft, eventueel meer aankoopt en toch daarnaar streeft om gratis levering te krijgen. Het hebben van delivery options, dat is zowel, en sorry Bpost, maar ik geef les, dus ik ga even ook buiten het gamma, van misschien meerdere operatoren. Hè. Het kan zijn dat je een verschillend productgamma hebt en misschien voor het één werkt met dat je meubeltjes aanbiedt op je webshop, waarvoor dat je een operator nodig hebt die grotere afwijkende goederen nodig heeft. Het kan zijn dat je de kleinere aanbiedt. Het aanbieden van voldoende operatoren die je producten aan kunnen is zeer belangrijk. Maar ook het aanbieden van verschillende opties. Hè. Elke operator heeft op zijn beurt opties. Hè. Bij sommigen is dat zelfs tot same-day delivery. Nu niet dat dat al leeft in België, maar dat is toch een opkomende tendens dat we zien overwaaien vanuit Nederland. Maar het hebben van bijvoorbeeld thuislevering, het hebben van een veilige plaats, het aanbieden van afvalpunten, zijn eigenlijk allemaal opties waar een consument eigenlijk toch wel aandacht aan besteedt. Dus ook die communicatief meegeven en die op je webshop een plek geven zijn zeer cruciaal. En dan zie je eigenlijk allemaal andere punten. Hè? Want het zes is zelfs terug ook een review komt daar terug, of return of review komt daar terug. Weinig extra kosten, een hele snelle service, ook heel belangrijk. Hè. Dat is ook een aanpassingsmethode voor iemand die fysiek werkt. Daar werk je met openingsuren. Helaas, in het online gegeven zijn er is wel een begrip dat men 's avonds niet meteen een contactcenter verwacht. Maar er is wel ergens een zeer ongeduldige consument. Die stelt een vraag en die heeft toch wel vrij snel nood aan een teken van leven. Al is het maar een mailtje dat je hem stuurt. Die wilde eigenlijk heel snel weten van hoe dat hij gaat behandeld worden. Maar ik ga nu niet al die punten door. Hè, maar ik wil er toch wel nog eens 2 uithalen. Dat zijn bijvoorbeeld terug die clear pictures. Die staan op plaats 9 of 10 eigenlijk in deze tabel. En je ziet eigenlijk onderaan
ergens video's. Hè. Je zou denken, ja, video's is toch beter dan pictures. Maar in C wil iemand eerst eigenlijk een aantal basisfoto's krijgen. Is hij geïnteresseerd, gaat hij verder inklikken op video's en gaat hij eigenlijk bijkomende informatie gaan vragen. Ook dergelijke dingen kan je differentiëren van een bestaande markt. En eigenlijk, wat zeggen wij? Als je die eerste 20 punten doet, of die eerste 15, laat ons zeggen dat je tot in de helft van deze grafiek geraakt, dan ben je eigenlijk met een soort Olympisch minimum bezig. Je mag meespelen. Hè? Maar je bent nog niet aan het winnen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk aanvaard wordt en de consument zegt van oké, dat is een oké webshop. Dus check eens even of je wel aan al die punten voldoet. Want stel dat je er niet aan voldoet, dan zijn ze gewoon weg. Conversiekiller, weg. Dus men gaat zelfs niet kopen, men gaat zelfs niet nadenken. Als je er wel aan voldoet, dan kan je een koopgedrag beginnen installeren. En dan eigenlijk moet je dieper gaan. Om je eigenlijk te kunnen ook differentiëren van anderen. Je moet bijvoorbeeld in dit geval reviews of een kwaliteitslabel, ik kom er straks nog even op terug, of de mobile friendliness van je webshop en maken dat je heel goed de mobiel ook kan aankopen. Dat zorgt dat je je differentieert van iemand die het bijvoorbeeld niet doet en daar niet aanwezig is of geen video's aandoet. Dus zeg ik nu morgen dat je video's moet aanbieden? Nee. Zeg ik nu morgen dat je kwaliteitslabel moet aanbieden? Nee, zelfs nee. Maar wat zeg ik wel? Het zijn allemaal hulpmiddelen om te maken dat je meer gaat verkopen en dat je eigenlijk die conversie gaat omhoog trekken en je gaat kunnen differentiëren van de concurrentie. Dus hou die zaken in de gaten. Ben je geïnteresseerd in nog meer detail, want ik heb maar een uur, hè. Ben je nog geïnteresseerd in nog meer detail, dan kan je op onze website de studie die we gedaan hebben, dus dat is onze BOS-studie, onze Belgian Online Shopper Survey, die we jaarlijks doen, die kan je gratis downloaden en die bevat eigenlijk nog een aantal details hieromtrent die eigenlijk nog meer in detail uitleggen wat eigenlijk die punten individuele stukken betekenen. Dus gemak, snelheid, late cut-off time hebben we al gehad bij levering, maar ook informatie. Ik weet dat leveranciers eigenlijk een informatiekanaal aanbieden. Ook voor de consument is dat, en dat lijkt nu misschien, dat is toch niet conversie. Als ze bezoeken, weten ze dat nog niet, dat ze dat gaan krijgen. Maar bezoekers komen terug. Dus een goede ervaring geven zorgt ook dat je een terugkeergedrag krijgt. En dus een goede informatiecyclus creëren van, pak je zit nu daar, pak je nee, is dat aan het doen, zorgt eigenlijk voor een soort confirmatiegevoel en een hogere NPS-score, wat wij noemen een hoge tevredenheidsscore eigenlijk bij de consument. Wat hebben ze graag, de consumenten? Home delivery en pick-up points. Dus ik zou eigenlijk minimum die twee eigenlijk wel echt aanbieden in je webshop. Je kan dan eigenlijk gaan schakelen naar local en store. Hou er altijd rekening mee. Het kan helpen. Het kan terug het verschil maken tussen iemand die zegt, ik kan het van mijn werk in het station mee pikken uit een locker. Hè. Dat is bijvoorbeeld een voordeel versus, het gaat hier misschien maar over 2 of 3%, maar het kan het net dat verschil maken waarom dat hij bij jou bestelt en niet bij iemand anders. Dus mensen verwachten toch wel een bepaald serviceniveau en eigenlijk minimum home en pick-up zijn toch wel twee dat ik zeker zou voorzien. Return to sender, ik heb er de Elvis, nog een dode zanger zoals ik altijd zeg, helaas heb ik er blijkbaar een voorkeur voor, maar deze man zei het ook, mijn brief kwam terug, mijn pakketje kwam terug, we willen dat vermijden. Ik heb er al heel veel over verteld, maar hou je ook klaar voor die retour, dat je er ook klaar voor bent als dat pakket terugkomt, om te weten wat je daar ook terug communicatief al dan niet mee doet. Gooi je dat weg, gebruik je dat opnieuw, geef je dat een tweede kans, dan moet ook je webshop capabel zijn om die tweede kans aan te duiden. Het is allemaal makkelijk te zeggen, ik zal dat dan wel tweede kans of tweedehands terugverkopen, maar kan je webshop dat aan? Bijvoorbeeld bij een Coolblue zie je dat echt staan, tweede kansje, dat is een product en dat noemt dan het tweede kansje. En dan weet je dat is al eens ofwel gebruikt geweest ofwel teruggekomen. Wel, stel dat je dat ook wil gaan doen, dan moet je ook je webshop dat toelaten dat je dat communicatief eigenlijk een stukje uitbouwt. Betalingsmogelijkheden. Je zag dat we gaan naar finance. Ik ga een beetje het cirkeltje rond van daarnet. Je moet die ook aankondigen, zeer goed op voorhand. Op de homepage moet je eigenlijk zeggen van kijk, zo kan je betalen bij ons. Dat is hier nu een webshop, Bona, die verkopen diamanten en echt diamanten juwelen. Met de juiste prijzen, veronderstel ik, bijgevoegd. Maar dat gaat van 10.000 tot 20.000 euro voor eigenlijk mooie armbanden en weet ik veel wat allemaal. Die exporteren tot in China. En die zijn echt, dat zijn twee kerels die echt begonnen zijn met eigen kapitaal. Dat is een ongelooflijk Belgisch trotsverhaal. Nu,
Zij ziet er ook een verzendingsmogelijkheid. Dat is natuurlijk allemaal expres, omdat dat een ander systeem is, omdat ze internationaal een stukje zitten en met verzekerde verzendingen. Maar bijvoorbeeld hun betalingen zijn internationaal. Je ziet daar Klarna achteraf betalen. Je ziet bankcontact staan voor de Belgen, maar je ziet ook Alipay voor de Chinezen staan. Je ziet American Express voor misschien onze Amerikaanse vrienden, whatever. Je ziet eigenlijk verschillende betaalmethoden staan die zorgen dat iemand niet geremd is. En in het internationaal betalingsverkeer moet je weten, zelfs een Nederlander heeft voorkeuren voor bijvoorbeeld een Klarna en een iDeal. Dat zijn dingen die je bijna toch vies moet gaan aanbieden als je zegt van ik richt me ook een stukje op Nederland. Je payment service provider kan je daarin helpen, maar weet dat ook remmers kunnen zijn als iemand bij jou op de site komt en zegt van oh, ik kan hier niet met bankcontact betalen. Ik ben dan nu gewoon met in een app van, weet ik veel, KWC of zo, om hier heel snel, of van bankcontact zelf, om hier heel snel een betaling te doen. En dat staat er niet tussen. Oh, dat is eigenlijk ambetant. Ik heb geen goesting meer. Ik doe dat niet. Ik ga niet al mijn gegevens terug invullen. Of ik heb ze niet bij de hand. Hups, verkoop kwijt, weg. Weet dat. Betalingen zijn super cruciaal ook en zijn ook vaak een reden waarom dat mensen soms in de winkelmand jou verlaten, omdat ze niet wisten op voorhand met wat ze konden betalen. Wat is nu de betalingsvoorkeur in België? Debitkaarten, dus bankcontact, tweede lijn creditkaarten. Ik moet het niet zo zeggen, het is niet de betalingsvoorkeur, het is wat wij zien in de realiteit. Het is dus wat onze studie eigenlijk ook zegt, die we daar met de PSP's doen. Dat is eigenlijk wat wij zien in de realiteit. Heel veel debit- en creditkaartgebruik, veel minder PayPal. Nu, nochtans, als we het aan de consument zelf gaan vragen, dan zegt hij, geef me maar PayPal. 24% zegt van, ik betaal heel graag met PayPal, zelfs boven debitkaart. Nu, we weten allemaal dat PayPal een duurder betalingsmethode is en daardoor ook geremd wordt, maar vanuit een affiniteit, omdat er ook een soort achterafbetalingsmethodiek is, men kan altijd zijn betaling terugroepen, is eigenlijk PayPal een middel dat men toch wel heel graag heeft in betaling. Dus het kan in je sector toch wel cruciaal zijn om daarover na te denken, maar het heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Dus alles moet je even overwegen. Oh, dit was even te snel. Social, we zitten verder in het cirkeltje. Ik heb nog een zevental minuten, dus ik moet me even haasten. Don't spoil it up there. Als je social aanwezig bent, gebruik het dan ook als contactmedium. Ga dan ook effectief klachten gaan behandelen. Verstop die niet. Reageer inhoudelijk. Als dat een te zware klacht is, reageer apart in een soort individuele modus. Maar laat ook altijd de juiste persoon dat doet. Hecht belang aan. Steek dat niet bij de eerste, de beste van je bedrijf. Of neem daar ook zelf als je daar geen personeel voor hebt, neem daar ook zelf de tijd voor om dat juist te doen. Want mensen checken effectief je sociaal gedrag. En het is eigenlijk ook een soort confirmatie als je de shop niet kent. En zeker als je op Instagram of social media verkoopt, dan moeten die twee heel complementair zijn en heel goed functioneren. Het kan een enorme killer zijn, logischerwijze. 47, en we gaan weer verder in het cirkeltje, om die vertrouwen en dus die conversie eigenlijk te winnen van die klant, vindt 47% het heel belangrijk van een kwaliteitslabel te hebben. Ik weet dat dat een beetje self-promotion is, maar allez, ik vind toch dat ik het jullie moet vertellen. Zeker ook als je een soortje een internationaal gegeven hebt, dan kan je eigenlijk ook door een certificatie bij ons ook genieten van een Europees label en daardoor ook die Europese traffic nog eens verhogen. Maar zorgt dat basis iemand kan klikken, zien dat je juridisch gecontroleerd bent en weet waar ze voor staan. Dus diezelfde klant, Bona, die zet dat heel mooi in zijn footer. Die gaat ook zijn certificaat in zijn footer zetten. Die heeft het spel wel effectief door van hoe communiceer ik hier nu om de vertrouwen een stukje te gaan creëren. En die zet hier zijn reviews of trust pilot. Vind je daar terug. Je ziet hier opening hour. Je ziet meteen dat die site, delivery, die heeft eigenlijk alles een stukje, guarantee, die heeft eigenlijk alles een stukje waar je kan op inspelen, communicatief, in zijn webshop eigenlijk een stukje verwerkt. Dus kijk naar een paar goede voorbeelden. Die mannen doen het goed en die moeten het goed doen, want anders lukt dat niet. Zoals ik zei, die gebruiken consumer reviews. Weet dat 46% beweert altijd een review te lezen vooraleer tot een aankoop over te gaan. Het is al wat moeilijker om hem te verzamelen. En ook daar heerst er vaak een schrik van oei, 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 en het kan alleen maar negatieve zijn. Ja, als jij je werk goed doet, ga je ook positieve reviews gaan krijgen. Ga je daar kunnen op inspelen. Als je het ook makkelijk maakt, want die reviews tools die zorgen voor automatische verzendingen van geef die nu 5 sterretjes of 4 sterretjes. Dat zorgt eigenlijk voor een zeer grote commodity om te zeggen ik ben content of niet content. En eigenlijk dat zorgt er ook een stukje voor dat je een score krijgt die mensen kunnen confirmeren.
Nu, vertel dat ook allemaal heel goed. Bijvoorbeeld achter ons label, als je daarop klikt, zijn we nu bezig met een nieuwe widget die eigenlijk die reviews verzamelt. Die zegt wie dat er achter de identiteit schuilt van, in dit geval, Slagerij van der Kruisen. Die zegt dat hij het label heeft behaald. Hè. Je ziet direct wat voor type slager dat is. Je ziet eigenlijk direct zijn gegevens. Je gaat kunnen die bellen, je gaat die kunnen contacteren. Je ziet zijn labeling. Je ziet dat hij een klacht kan indienen bij ons. Dus dat we eigenlijk een geschillenbemiddeling doen. Waardoor dat je als een klant zegt van ik ben toch niet content van de slagerij, kan die bij ons een stukje terecht. En je ziet ook dat die juridisch gecontroleerd is door onze diensten. En daarnaast zie je in een tweede tab dat al zijn reviews erin staan. Dat zijn ook gratis reviews. Je kan er eigenlijk al je reviews in trekken die je maar wilt. En kan die klant eigenlijk gaan checken, vind ik dat nu goed? En kan hij zelfs een oordeel gaan geven over die ding. Dat zijn eigenlijk aspecten die zorgen dat hij eigenlijk weet waar hij aan toe is. En last but not least, toon ook je waarden aan. Een consument koopt met een reden bij jou. Die koopt met de reden van bijvoorbeeld, je bent een duurzame shop, of bent je een lokale shop, of je bent een kwalitatieve shop. Je moet dat vertellen. Je moet je contributie, die je soms ook hebt naar de maatschappij. Er zijn heel veel lokale webshops die bijvoorbeeld de lokale voetbalclub steunen. Je mag dat gerust vertellen. Je mag daar gerust je engagement, daar toon je eigenlijk een stuk lokaliteit door. En dat is niet altijd evident in een heel groot verhaal. En daarom dat er ook bijvoorbeeld nu momenteel nieuwe tools zijn, die je daar een stukje in helpen. Die vertellen van, dat is hier een apotheek die Caritas ondersteunt en die bij care.com is. Of dat is hier een het zijn fake voorbeelden, omdat we niet wouden, ik wou niet echt echte voorbeelden daarvan geven, maar je ziet hier eigenlijk vegan en certified mensen die eigenlijk in dit geval food verkopen. Een boekhouder heeft zelfs zijn waarden, dus kan bij Voka zijn, bij Unizo, kan Pink Ribbon steunen. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die je kan doen en waardoor je toch een stukje laat zien waar jij als bedrijf voor staat. Je ziet meteen dat het een Belgisch bedrijf is en je ziet een aantal kleurtjes komen die eigenlijk refereren naar die waarden. Het zijn eigenlijk kleine tools die je tegenwoordig op de markt vindt, die er eigenlijk kunnen voor zorgen dat je dat naast je naam ergens kleeft of pop-up gewijs laat creëren, waardoor dat iemand ook terug ziet, dat is me toch wel een shop die iets betekent en die toch bepaalde waarden heeft waar ik voor sta. Hou daarmee rekening, want mensen zijn, zeker nu met lokaal gedrag, met vegan, met al die bewegingen die we toch momenteel een stukje zien, ook daar meer en meer gevoelig voor. En je kan daarop inspelen, in eer en geweten, kan je daar transparant en eerlijk mee omgaan. Voilà. Dat was mijn verhaal. Heel veel van die zaken, je krijgt absoluut de presentatie van mij als aangeboden. Of je kan deze sessie nog eens terug herbekijken. Ik weet niet in hoeverre dat de presentatie wordt gedeeld door Lisa, maar die is alleszins beschikbaar. Je kan ook extra informatie vinden bij Eerste Hulp bij Digitaal. Dat is een stappenplan om een webshop te bouwen. Maar daar staan ook heel veel dingen in. Als je nou bijvoorbeeld op zoek bent naar een andere payment service provider, ga je zien waar dat sommigen in geïnteresseerd zijn. Of andere payment methodes en dergelijke meer. Op heel veel verschillende vlakken kan je daar informatie vinden. Dus ik zou daar zeker even naar toe klikken. Wens je op de hoogte te blijven van bijkomende informatie bij ons, dan kan je altijd inschrijven in onze nieuwsbrief. We zijn best actief, dus weet waar je begint. Maar je krijgt wel heel veel info binnen over eventueel ook nog extra gratis webinars. Over opleidingen die we geven, over juridische zaken die eigenlijk evolueren. Dus we houden je echt wel op de hoogte van het reilen en het zeilen in e-commerce land. Et voilà, that was me. Ik ga nu even terug naar de presentatie. Of naar het scherm. En ik ga even proberen zoeken. Ik stop met delen. En even luisteren naar Lisa. In hoeverre dat er vragen zijn of dat er dingen zijn die eigenlijk gesteld zijn geweest. Ja, ik heb één vraag die is binnengekomen van Peter. Mm-hmm. De vraag is, op externe platformen kunnen klanten beoordelingen geven, zoals op bol.com. Als externe verkoper kan je daar niet op reageren, ook al is de klacht onterecht. Kan je daar iets aan doen, wettelijk gezien? Ik denk dat een hele moeilijke is. Ik denk ook de vraag bij bol.com is inderdaad, dat is een spelregel die eigenlijk bij een bol.com een stukje wordt toegepast. Ik denk dat je eerder naar een bol.com dan zich moet richten om die klacht dan eigenlijk een stukje te gaan regulariseren. Maar ik vind het een heel goede vraag, Peter, maar ik ga je toch het antwoord moeten verschuldigd blijven om te durven zeggen dat je daar inderdaad wettelijk kan op gaan reageren als het laster is. Ik denk als je op het niveau van laster komt, dan bestaat daar wetgeving omtrent.
Nu, de vraag is van, is dat ook de moeite om het te gaan doen? Als dat effectief iemand is die in een consequent gedrag laster gaat vertonen, denk ik wel dat je dat gaat kunnen doen. Het feit dat je niet kan reageren, ik ga me daarover bevragen. Ik vind het echt wel een interessante vraag. Stuur misschien even naar greta@safeshops.be en ik vraag onze juristen om even te kijken of daar iets aan kan gedaan worden, of dat bol je effectief mag blokkeren om daar geen antwoord op dan te kunnen geven. Want dat is eigenlijk is het meer een policy van een bol.com die het niet toelaat dan eigenlijk de review op zichzelf. Hè? Want de review op zichzelf, de consument, kan je daar niet voor aanvallen. Je moet eerder eigenlijk de marketplace daarvoor aanspreken. Ik check het even voor jou. Ik doe dat met plezier. Dus stuur me misschien een mailtje, dan kan ik jou ook persoonlijk even terug antwoorden. Ik weet niet, als er nog andere vragen zijn, dan mogen jullie die zeker stellen in de chat. Ondertussen heeft Peter gereageerd dat hij een mailtje zal sturen, Greet, dus daar ga je zeker zien toekomen. Op dit moment zie ik geen andere vragen binnenkomen. Ik wil jullie nog graag even meegeven dat dat de webinar vandaag werd opgenomen. Begin volgende week krijgen jullie een e-mail met een survey om even feedback te geven over de webinar, zodat we weten van wat was er goed, wat was er minder goed, wat kunnen we verbeteren. En ook een link naar de opname, zodat je het achteraf altijd kunt gaan herbekijken. Ik zie geen vragen meer binnenkomen, dus ik denk dat alles heel duidelijk was. Ik wil jou graag danken, Greet, om last minute in te vallen, om een heel duidelijke webinar te geven. En dan rest er met jullie alleen nog een hele fijne donderdag te wensen. Ja, en een beetje een zonnige dus. En een beetje een zonnige, voor een keer dat het in België mee zit. Ja, dat gaan we doen. Oké, bedankt allemaal. En succes. Dankjewel. Dag. Ja, dag.